De Nationale Democratische Partij, NDP, heeft gisteren haar nieuw hoofdbestuur gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering in partijcentrum Osseer. Daisy Boutersen is wederom gekozen als de voorzitter van de Paarse Partij. Ramon Abrahams, Jennifer Geerling-Simons, Faisal Abdulgafour, Suharto Mustaja, Ashwinadin, Sergio Akimboto en anderen zijn allen ondervoorzitters. Volgens de herkozen voorzitter was het niet gemakkelijk bij de interne verkiezing. Hij is daarom zeer ingenomen met het behaalde resultaat. We hebben een big investeer, een hoog bestuur. We hebben onze hele tijd hebben wij ons rustig gehouden. Omdat wij, en we zijn er trots op, de grootste partij met de meest democratische inslag. Heel veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat om in het hoofdbestuur te komen, wij 72 verkiezingen nodig hebben. En vandaag is het hoofdbestuur geformaliseerd. Vandaag is het hoofdbestuur geformaliseerd en ik feliciteer jullie allemaal en het is echt een applaus waard. Bouters had een duidelijke boodschap voor de politieke tegenstanders. Wij waren stil en omdat wij stil waren, dachten sommige mensen dat wij er niet waren. Het was lazy, omdat wij stil waren, dachten sommige mensen dat wij er niet waren. Maar met me melden dit idee. Dat Atigri Wichi en Atigri Atie Brown. In om denki, dat doen pichi down pipi saya do. In om denki dat tantiri na dong. Mamotegi, you tigri atigri. Je hebt de tijger geketeld. De konkonis hebben bij piano, daardoor met 28 zetel, daardoor met 30 zetel, want Atikiri nog de, konkonis bij piano. Waar met 28 zetel, waar met 30 zetel, we Atikiri dora, dat komt met de zetel. Kom met de zetel, Koosje. Kom met de zetel. Daar met de zetel, Koosje. Atigri Dora en Atigri Boos. Tot zover Daisy Boutersen, die gisteren is herkozen als voorzitter van de NDP. Hij waarschuwt dat zijn partij niet onderschat moet worden.